Volgens mij heb jij je haar al gedaan vanmorgen, of niet? Ja, klopt. Ik loop er niet zo elke dag bij, nee. Nee, toch niet? Nee. Morgen heb je een rematch. Kan je me daar iets over vertellen? Ja, klopt. Vorig jaar, ook rond deze tijd, ook in april, heb ik ook tegen haar gevochten. En dat was in een toernooi. Toen kwamen we elkaar tegen in de finale. En de eerste instantie zat ze heel erg in twijfel. Ga ik wel vechten, ga ik niet vechten? En, waarom? Nou, ik had 3 weken van tevoren had ik mijn hand gebroken. Dus ik zat ja, gewoon wel getraind, maar ja, wel met je hand in het gips. Nou, ja, wacht even. Stop. Je hebt je hand gebroken, je bent doorgegaan met trainen. Ondertussen neem je even je telefoon op. Kan ook, wie is het? Is het moeders? Vader. Oh, papa. Nou ja, moet je papa even zeggen? Oh, je hebt al weggedrukt, zie ik. Ja. Maar ik ben nog steeds even in shock. Je hebt je hand gebroken, je bent doorgaan trainen en je bent gaan vechten? Ja, klopt. Ik heb wel gewoon, natuurlijk je hand zit in het gips, maar wel gewoon doorvechten. En ja, op dat moment had Melvin natuurlijk al heel veel vechters die afzeiden met het gala. En ja, meer uit loyaliteit heb ik gewoon gezegd van luister, weet je, het is een toernooi. Ik kan niet laatste moment ook nog eruit stappen, weet je, want dan heb je nog meer stress. En moet je ook weer een andere dame vinden. En dan hebben we eigenlijk meer uit loyaliteit naar hem en naar de organisatie toe heb ik toch besloten om te vechten. Hoeveel pijn deed dat? Fysiek? Nou ja, eerste partij ben ik nog wel redelijk uitgekomen, qua hand dan. Heb ik eigenlijk alleen maar met links gevochten en enkele keer met rechts gestoten, maar het algemeen het ontzien. En wat gebeurt er nou? In die wedstrijd scheur ik ook nog mijn enkelband. Dus toen kwam ik tegen haar met een gescheurde enkelband en mijn hand. En ja, op dat moment moest ik gewoon even het... Op dat moment was zij beter en alle respect daarvoor. En daarom gaan we het nu eventjes rechtzetten. Ik wil zeggen, jij wilt goed te maken, of niet? Ja, maar meer voor mezelf. Dat is een beetje voor mezelf en de fans en voor iedereen. En buiten dat, zij komt ook echt om te vechten. En gewoon om er echt wat moois van te maken voor het publiek en ik ook. Dus ik denk dat het publiek echt de winnaar zal worden. Okay, en als je voorspelling doet, wat gaat het worden morgen? Ja, ik hou me bij mijn voorspelling vast. En ik hoop tweede ronde dat ze zit. En waarop? Het is een geheim. Nee, het is gewoon een voorgevoel wat ik eigenlijk vanaf het begin van de voorbereiding heb. En dat heb ik al een keer eerder ook uitgesproken. En ik hou me daar gewoon aan vast. Oké, dan wens ik je heel veel succes en eet smakelijk voor straks. Ja, dankjewel. Dat gaat lukken.